Een van mijn lievelingsgenres om te lezen is toch wel het genre feel good. Ik denk dat ik een paar jaar geleden ermee ben begonnen en toen heette het nog echt chick lit. En dat is overkomen waaien volgens mij vanuit Amerika. Inmiddels is chick lit feel good geworden en ik ben er eigenlijk wel blij mee, want ik vond altijd dat deze boeken door de naam chick lit heel erg negatief klonken. Het klonk altijd alsof het hele simpele boekjes waren, terwijl het helemaal niet zo was. En ik denk dat het echt een enorme verbetering is dat dit genre nu een heel andere naam heeft. En ik dacht dus van, goh, het is nu lente, de zomerperiode komt eraan. En ik moet zeggen dat ik in de zomerperiode nog veel liever feel-good boeken lees dan dat ik normaal doe. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik dan mijn boekje mee kan nemen en op de fiets naar het park kan en in het park kan lezen of op een terras kan zitten met mijn boek. Echt, ik geniet daar zo intens van. En om deze reden wil ik graag een paar superleuke Nederlandse feel-good boeken op een rij zetten. En dit zijn dus echt boeken die geschreven zijn door Nederlandse auteurs. Dus geen vertalingen, echt Nederlandse auteurs. En deze boeken zijn het lezen helemaal waard. Toen ik aan het kijken was welke boeken ik op een rij wilde zetten, kwam ik ook de boeken van Suzanne Musquet en Marijke Vos tegen. Zij zullen allebei met een nieuw boek komen rond het einde van de maand juni. En ik heb er echt heel veel zin in. Juist omdat er zoveel nieuwe boeken zijn, wil ik het graag hebben over de wat oudere boeken. Want ik vind juist dat de wat oudere boeken ook heel leuk zijn en veel aandacht verdienen. En het zijn niet boeken die extreem oud zijn, zo klinkt het nu. Laten we daarom ook maar meteen met het eerste boek beginnen. En dat is het boek Vertrouwen of Verliezen, geschreven door Wendy Brokers. Toen ik haar naam zag, dacht ik eerst, hè, is dat een Nederlandse auteur? Maar het is echt een Nederlandse auteur, ja. Ik zal even vertellen waar dit boek over gaat. Het is niet zo dat Noortje echt ongelukkig is met haar leven. Maar single zijn op haar 28ste is niet wat ze voor zichzelf in gedachten had als jong meisje. Een liefde zo groot als die van haar opa en oma. Met minder wil ze geen genoegen nemen. Maar op de een of andere manier leidde haar dates niet tot een happily ever after met de man. Als de neef van een buurvrouw onverwacht voor haar deur staat en Noortje bij de eerste blik al hartkloppingen bezorgt, lijkt het einde van haar vrijgezellenstatus voorbij. Maar wie is deze Mats eigenlijk echt? Is hij wel zo eerlijk als dat hij zegt? En zo perfect als hij lijkt? Als zijn verleden wordt onthuld en het heden inhaalt, lijkt het geluk opnieuw niet aan Noortjes kant te staan. Als je op zoek bent naar een heel fijn feel-good verhaal, dan is dit een boek om op te pakken. Wendy Brokers heeft een hele mooie schrijfstijl en al haar boeken zijn eigenlijk heel goed en verslavend en kun je onmogelijk neerleggen. Toen ik ook las waar dit boek over ging, dacht ik, dit is echt zo'n typisch feel-good verhaal, maar eerlijk, daar hou ik ook echt wel heel erg van. Een tijd geleden, toen ik bij de boekpresentatie van Gillian King haar nieuwste boek was, ontmoette ik Lotte Petersen. En Lotte heeft een boek geschreven genaamd Een Verrukkelijk Fiasco. Ik kende het boek eigenlijk niet, maar toen ik hoorde waar het over ging, dacht ik, geweldig, dit boek moet ik hebben gelezen. En ik zal je even vertellen waar het boek over gaat. Het gaat over de 23-jarige Mia en zij krijgt de kans om als nanny in Rome te gaan werken. En ze grijpt dit echt met beide handen aan. Het leven bij de Italiaanse filmster Vanessa, regisseur Luca en hun twee zoontjes klinkt als een droom, maar de realiteit blijkt anders. Hysterische woedeaanvallen, ongeschreven schoolpleinwetten en torenhoge taalbarrières. Mia probeert de harten van kleuter Leo en tiener Tomasco te veroveren en hen ondertussen te behoeden voor rondscheurende vespa's. Collega-nannies helpen haar op weg, evenals de sympathieke chefkok Andrea. Dan ontdekt Mia een intiem geheim over haar werkgever. Is ze wel bestand tegen deze Italiaanse glamourwereld? En waarom vluchtte ze eigenlijk van haar oude leven in Leiden en van één persoon in het bijzonder? Nou, wat ik heel leuk vond aan het verhaal was dat Lotte me vertelde dat ze zelf ook als nanny in Italië heeft gewerkt. Dus het is lichtelijk gebaseerd op haar leven als nanny daar. Toen ik dus las waar het boek over ging, dacht ik, dit is echt een boek waar ik heel blij van word. En een boek dat echt heel hoog op mijn leeslijst moet staan. Dus ik heb hem ook echt heel hoog bovenaan mijn leeslijst gezet voor komende zomer. Want het lijkt me gewoon geweldig om dit op vakantie op te pakken en lekker van te genieten. Ik benoemde het net al even, Gillian King. Ik was naar haar presentatie, want ze had een nieuw boek uitgebracht. Namelijk Je Moest Eens Weten. Een boek dat ik inmiddels uit heb gelezen en me compleet in zijn greep had. Vol met emoties. Laagdrempelig, luchtig, maar tegelijkertijd zwaar beladen. Iets dat ik heel knap vind als feel-good auteur, want dat is nogal moeilijk. Vaak zijn feel-good boeken namelijk wat luchtig en dat maakt niet uit, want dat is juist het fijne aan dit genre. Maar Gillian King is een auteur die het juist even wat anders doet met een zwaar thema eraan toegevoegd. Nou, ik zal even vertellen waar dit boek over gaat, zodat je meteen weet waarom ik er zo'n fan van ben. Het boek gaat over Billy en Billy heeft een vlierenfluitersyndroom. Haar vriendinnen wonen samen, zij krijgen kinderen en ze hebben een indrukwekkende carrière.
Maar Billy die heeft geen huisje, boompje of beestje. Alleen een nietzeggende baan op een afdeling waar niemand haar ziet staan en directeur Matthew haar nog steeds Jilly noemt. Super irritant natuurlijk, dus waarom ze zich dan toch stiekem tot hem aangetrokken voelt, is haar een raadsel. Maar toch heeft hij iets. Nadat ze op een werktrip per ongeluk bij elkaar op de hotelkamer zijn beland, krijgt Billy steeds meer gevoelens voor hem. Maar waarom probeert hij haar zo op afstand te houden? En waarom is zijn verleden echt een verboden onderwerp? Tot overmaat van ramp druikt er ook nog eens iemand op die meer over Matthew blijkt te weten. Dit boek heb ik in een dag, anderhalf uitgelezen en dat vind ik zo fijn aan dit genre boeken. Je verslindt ze en ze zijn zo fijn om te lezen. En met name Je moest eens weten van Gillian King is echt een boek vol met emoties dat me echt een paar dagen nog aan het denken heeft gezet. En alleen al daarom kan ik hem aan iedereen aanraden. Onlangs had ik het over de nieuwe boeken die de komende tijd zullen verschijnen. Er verschijnt binnenkort namelijk een nieuw boek van Charlotte de Monchi. En ik kreeg toen een reactie van iemand die zei dat de boeken van Charlotte altijd heel goed zijn. Toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. En toen kwam ik allerlei boeken tegen waarvan ik dacht, dit zijn boeken die ik echt moet lezen. Maar ik had dus nog nooit van Charlotte gehoord, wat ik eigenlijk heel raar vind. Ik kwam het boek tegen Beter Weten in en ik zal even vertellen waarom dit zo'n leuk boek is om op te pakken. Lois werkt voor een kleine, noodlijdende uitgeverij in Amsterdam. Er ligt haar in een la nog een bijna verlopen contract voor een biografie over Marius Deleuve, een Nederlandse tienerster uit een beroemde boyband. De biografie zou de uitgeverij uit de rode cijfers kunnen helpen. Helaas woont Marius inmiddels in Canada, waar hij een houtbewerkingsbedrijf is begonnen en wil hij met rust gelaten worden. Het contract heeft hij destijds getekend onder druk van zijn agent, maar nu wil hij er niets meer mee te maken hebben. Lois wordt door haar werkgever naar Canada gestuurd om zoveel mogelijk informatie van Marius los te krijgen en het boek toch te schrijven. Het is voor haar een mooie kans, aangezien ze droomt van een carrière als schrijfster. Bovendien komt het haar heel goed uit om naar het buitenland te gaan, omdat ze op deze manier ook haar ex kan ontlopen. Ze neemt haar intrek in een gemoedelijke B&B en wordt meteen vriendinnen met de sympathieke verhuurder Jill. Jill's beste vriend Chris is ook een goede vriend van Marius. Dat beschouwt Lois als een veelbelovende start. Maar het blijkt veel moeilijker dan ze ooit had gedacht om door te dringen tot de stugge, voormalige popster. Als er één ding is dat ik heel fijn vind aan Nederlandse feel-good boeken, is het wel als ze zich afspelen in een ander land. Net zoals het boek van Lotte Petersen dat zich afspeelt in Rome, speelt dit verhaal zich af in Canada. En dat vind ik echt zo fijn om te lezen. Op de een of andere manier vind ik dat net even wat fijner dan een boek dat zich in Nederland afspeelt. En daardoor voelt het ook heel erg internationaal aan op de een of andere manier. Alsof het gewoon geschreven zou kunnen zijn door een buitenlandse auteur. Maar nee hoor, in Nederland hebben we namelijk genoeg geweldige auteurs die op hetzelfde niveau schrijven als de bekende Amerikaanse auteurs. Dus dit boek is zeker een pareltje dat ook op mijn lezenlijst staat. En de recensies zijn ook erg positief. Ik zie voornamelijk heel veel 5-sterren recensies en dat is natuurlijk veelbelovend. Zo'n 2 jaar geleden las ik het boek Gek van jou, geschreven door Jette Schreuder. En op de een of andere manier is dit boek me altijd bijgebleven omdat ik het gewoon zo'n leuk verhaal vond. En ik zal je vertellen waar het boek over gaat. Dit verhaal gaat over Lize. En Lize heeft net weer haar zoveelste mislukte date gehad. Ze is er helemaal klaar mee en vanaf nu wil ze alleen maar happy single zijn. En gelukkig werkt ze ook nog eens voor het online tijdschrift Frappy.nl. En dit is een tijdschrift voor vrouwen die geen man nodig hebben. Dat komt haar nogal goed uit. Op een gegeven moment krijgt ze een 2-weekse retraite naar de Mansion of Love cadeau. En daar is gastvrouw Marie-Sophie en die onderwijst jonge vrouwen op een hele unieke wijze in de liefde. En ze besluit eigenlijk om meteen haar kans te grijpen en een undercover stuk te schrijven over dit verblijf. De wereld moet weten wat voor achterhaald en vrouwonvriendelijk instituut die belachelijke mansion is. Maar kan Lize weerstand bieden aan de toch best wel aanstekelijke romantische lessen van Marie-Sophie? En waarom krijgt ze het zo warm van de kok des huizes? Nou, 1 ding is zeker, dit boek heb ik ook weer binnen een dag gelezen. Het was een heel fijn, vermakelijk verhaal. Op een gegeven moment heb je wel door dat het op een bepaalde manier gaat eindigen. Maar dat mag de pret niet drukken, want het was gewoon zo'n heerlijk verhaal waar je lekker van kunt genieten. Zo'n feel-good verhaal, zoals je hoort. Astrid Harrewijn is toch wel een van de Nederlandse koninginnen van het genre feel-good. Ze heeft inmiddels zo ontzettend veel goede boeken geschreven. En het boek De Stroopwafelshop is er één van. En ik zal je even vertellen waar dit boek precies over gaat. De ouders, vriend en beste vriendin van Suze nemen het haar niet in dank af als ze spontaan ja zegt tegen een bizarre uitdaging. Samen met nog 2 vriendinnen uit haar studententijd doet ze mee aan een wedstrijd van de stroopwafelfabriek. Wie maakt in 1 jaar de meeste winst met een koffietentje waar de stroopwafels vers worden gebakken?
De hoofdprijs is 100.000 euro. De verliezers zijn slechts een ervaring rijker. Suze gaat het in New York proberen. Haar vrienden gaan naar respectievelijk Rome en Parijs. Nog voordat ze in het vliegtuig stapt, heeft Suze al spijt van deze ondoordachte actie. En als ze door een taxichauffeur in het upcoming, maar nog behoorlijk criminele Bushwick in Brooklyn wordt afgezet, zakt de moed haar helemaal in de schoenen. Suze heeft haar leven tot nu toe beschouwd als een fijn verblijf in de ballenbak. Maar het leven in Bushwick is rauw, eenzaam en vol heimwee. Gelukkig krijgt ze hulp van vier Mexicanen die haar koffietentje verbouwen. Wordt ze gesteund door de kleurrijke buurtbewoners die dagelijks een kopje koffie drinken aan de bewonerstafel. En vindt ze troost bij haar oppashond. Maar is dat wel genoeg om de hoofdprijs te winnen? Hoe leuk is het dat het verhaal rondom stroopwafels, de Nederlandse stroopwafels, naar Amerika gaat en dat er dan zo'n wedstrijdcomponent aan vastzit. Ik kan je één ding verzekeren, als je de boeken van Astrid Harrewijn leest, dan zit je eigenlijk altijd goed. En het is altijd fijn om haar boeken op te pakken. Dus dit boek kan zeker op je leeslijst. En nu zijn we aanbeland bij het laatste boek. Maar ik moet wel even eerlijk zeggen, ik heb het boek niet gelezen. Ik kende het boek ook niet en ik kende de auteur ook niet. Maar toen ik las waar het over ging en ook zag wat voor recensies erbij stonden, dacht ik, dit is volgens mij een heel leuk boek om te lezen. Het boek heet Zo goed als nieuw en het is geschreven door Petra Vollinga. En ik zal je vertellen waar dit boek over gaat. Zwangere Tessa, gepensioneerde Annegien, pasgescheiden Herman en globetrotter Jeff hebben op het eerste gezicht niks met elkaar gemeen. Behalve dat ze allemaal een goede reden hebben om iets te kopen of verkopen. Het romantische antieke bed bijvoorbeeld, waarin Tessa zichzelf al op een roze babywolk ziet zitten. De rode Kia waar Annegien vanaf moet omdat ze met een camper naar Afrika wil. Reisgenoot Herman die na een saai huwelijk niet kan wachten om op avontuur te gaan. En Jeff die na jaren van freewheelen zijn geliefde rugzak aan de wil gehangt om nou toch eindelijk eens volwassen te worden. Alle advertenties op Marktplaats hebben een eigen verhaal. Het verhaal van de eigenaar. Maar wat als je die verhalen nog een tijdje zou volgen? Dan kan het zomaar zijn dat ze een heel nieuw leven gaan leiden en veel meer met elkaar te maken hebben dan in eerste instantie gedacht. Hoe leuk klinkt dit boek? Ik werd echt meteen enthousiast toen ik las waar het over ging en ook de recensies erbij zag. Er staat bijvoorbeeld een heel korte quote bij van het Noord-Hollands Dagblad. Een verrukkelijk boek om in één ruk uit te lezen. Voor wie in de ware liefde gelooft. Romantisch, herkenbaar en helemaal van u. En nee, tijdens het lezen houden we het niet droog. Een echte aanrader. Volgens mij is dit echt een geweldig boek om te lezen en echt een feel-good zoals je hem graag ziet. En daarom heb ik hem ook in deze video meegenomen. Hij staat hoog op mijn leeslijst en ik ben super benieuwd ernaar. Hopelijk heb je wat aan mijn boekentips en heb je nu ook zin om een fijne feel-good op te pakken. Laat me vooral weten wat jouw favoriete feel-good boek is. Misschien kan je mij en anderen daar ook weer mee inspireren. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video en ik hoop je dan weer te zien. Tot dan, doei doei!